Dames en heren, welkom op de plein. We gaan nog vijf seconden beginnen. Ja, ik ben hier in het bruisende Kop van Noord in Rotterdam. Deze playground is net heropend. Daarom ben ik hier niet. Ik ben hier natuurlijk voor iets anders. Zijn jullie er überhaupt van bewust dat jullie op 90.000 tennisballen staan? Een kersverse playground. Natuurlijk de scholarshippers met een onmisbare rol. Hoe belangrijk zijn zij voor de foundation en voor dit soort playgrounds? Ja, cruciaal. Zij komen meestal uit de buurt, kennen de kinderen, hebben echt een voorbeeldfunctie voor de kinderen. Zij kijken naar jou op, dus zij kopiëren je eigenlijk. Ja. Dus als jij een goede voorbeeld bent voor de kids, dan zijn ze ook een goede voorbeeld voor de maatschappij eigenlijk. Ze gaan eigenlijk uit zichzelf al bewegen en meteen contact maken met leeftijdsgenootjes die ook op de playground komen en samen een spelletje opstarten. Dus dat is mega leuk om te zien. Volgende.